Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl. Ik weet dat het ergens in mei was volgens mij, uit mijn hoofd, dat Heidi en ik een keer na de zondagsdienst bij Martien en Evelien langs gingen. Gezellig. En dat wij in de voortuin zaten in een heerlijk zonnetje mooie gesprekken te hebben. En dat ik op een gegeven moment aan Martien vroeg van, hey, hoe gaat het eigenlijk met de voorbereidingen voor het mannenweekend? Hoe staat het ermee? En heb je al een idee over het thema? Heb je al ideeën voor een gastspreker en dat soort dingen? En hij zei dat hij wel een idee had voor een thema, maar nog geen gastspreker in gedachten had. En wat hij toen vroeg, was ik niet helemaal op voorbereid eigenlijk. En maar hij vroeg mij namelijk te overwegen of ik de spreker kon zijn. En ik zei toen op een moment van, oh oké, okay, nou, dan ga ik voor bidden. En dat heb ik ook netjes gedaan natuurlijk. Maar in mijn hoofd had ik ook zoiets van, ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet of ik wel spreker wil zijn, zeg maar. Want ik vind het zo heerlijk om op zo'n mannenweekend gewoon lekker te zitten en te absorberen en te consumeren, maar dan op een goede manier consumeren. En gewoon lekker er te zijn, zeg maar. En gewoon aanwezig te zijn. En, maar goed, en dat komt denk ik gewoon deels ook omdat ik een bepaalde band heb met de mannenweekenden. Omdat dat gewoon de manier is waarop wij als gezin bij Calvary zijn aangesloten. Toen wij in 2019, tenminste ik in 2019, voor het eerst bij een mannenweekend mocht aansluiten. Toen nog door Sergio, die nu in Lelystad zit, die mij meevroeg als collega van kom, ga je mee? En ik denk, oh, mannenweekend, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat lijkt me leuk, daar gaan we mee. En ik daar dus als enige, niet, nou, bijna enige niet-Calvary man, zeg maar, tussen 30 plus man kwam, zeg maar. En niemand kende, maar dat het in dat weekend heel snel veranderde, merkte ik. Want ik denk van, oh, wat heerlijk, zegt hij, dat niveau van diepgang in het onderwijs. Toen, ik weet, we gingen in 3 dagen door een heel boek Thessalonicenzen, volgens mij, in 5 hoofdstukken. Dus dat was flink aanpoten, zeg maar. En, maar gewoon het niveau van onderwijs, niveau van fellowship in de gespreksgroepen, super mooi gewoon. En ik denk van, ah, dit is gewoon waar ik naar verlangd heb, gewoon al die tijd. Hè, die manier gewoon met broeders te zijn die zich gewoon uitstrekken naar de Heer en gewoon lekker met Jezus bezig zijn, zeg maar. Voor mij was het op dat moment toen echt als een soort warm bad voor mijn beetje uitgedroogd geestelijk leven, kan ik zeggen. En dus een jaar daarna, wij zaten niet bij Calvary, een jaar daarna was er een mannendag vanwege corona en toen kwam ik gewoon weer. En ik denk van, ah, dat was nog steeds net zo goed en nog zo uitdagend en mooi en weer niet teleurstellend, zeg maar. En dus toen wij in 2021 ons aansloten, ben ik toen eigenlijk gewoon blijven komen. En elke keer niet teleurgesteld bij een mannenweekend. En ik weet ook zeker dat we vandaag, dit weekend, ook gewoon niet teleurgesteld gaan worden. Want ik denk dat echt, tenminste dat is mijn ervaring, ik weet niet of dat jullie ervaring is, dat God echt iets voor ons heeft. Hij heeft voor mij gehad gewoon elk weekend opnieuw en vaak is dat helemaal niet iets waar je van tevoren bewust bij bent, maar dat ontwikkelt zich zo door het weekend heen, dat we gewoon echt merken, oh, God is hier aan het werk. Hij spreekt over dingen, hij spreekt op dingen in waar ik echt gewoon behoefte aan heb, wat ik nodig heb. En, dus ik denk echt dat God ook weer dit weekend gewoon met ons aan het werk gaat, met een ieder van ons. En ons precies gaat geven wat we nodig hebben. Misschien dat we dat nu nog niet eens weten. Dus daar kijk ik echt naar uit. Dus toen Martien mij vroeg om te bidden en ik heb dat gedaan, toen was het voor mij redelijk snel duidelijk daarna. Dat ik denk van, oh ja, God vraagt mij dit op dit moment, dit keer te doen. En dus wat gaan we doen? Dus Martien had dus het thema gebed op zijn hart. En dat is natuurlijk een supermooi thema om over te hebben. En daar kunnen we op heel veel verschillende manieren over hebben. Het is altijd goed, het is altijd actueel. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zegt van mijn gebedsleven kan niet beter gewoon. Dat is echt op de top gewoon. Dus er is altijd ruimte voor verbetering en aan al dat soort dingen. Maar we kunnen op zoveel verschillende manieren over gebed hebben. Dus toen ik ging bidden voor dit weekend en over het thema van gebed, toen kwam ik eigenlijk al snel uit bij het Oude Testament. Ik denk, oh, hoe mooi is het om gewoon eens te kijken naar een aantal mannen uit het Oude Testament en te kijken naar hun gebedsleven, te kijken naar hun gebeden.
En kijken wat wij daar gewoon uit mogen leren, zeg maar. Dus dat gaan we dit weekend doen. En ik ben bij drie mooie mannen, denk ik, uitgekomen. Jozefat, Hiskia en Nehemia. En ik zeg van tevoren al, ik lees voor mezelf altijd de Bijbel in het Engels. Dus het kan heel goed zijn dat ik door dit weekend heen deze drie namen op zijn Engels uitspreek. Vergeef me, want die zijn net iets anders. Maar dan weet je dat alvast. Maar we gaan kijken naar hun levens, we gaan kijken naar hun gebed, naar hun gebed steeds in hun situatie. En ook de situatie daaromheen en gewoon kijken hoe ons dat kan helpen nu in ons gebedleven. En ik hoop eigenlijk in mijn voorbereidingen er doorheen, als ik daarmee klaar was, ik denk van, hoopte ik eigenlijk dat er een soort rode lijn, een rode draad zou zitten tussen die drie personen en die drie gebedslevens in. En ik denk dat die er zit. Dus het thema van gebed heb ik een beetje uitgebreid door te zeggen dat het thema van het weekend is gebed in onzekere tijden. Nou, in onzekere tijden, dat mag je zelf invullen wat voor jou die onzekere tijd kan zijn, maar dat is een heel breed spectrum, denk ik, wat dat betreft. Dus dat gaan we doen en we beginnen vandaag deze ochtend met Jozefat. Ik dacht, het is een goed idee om niet alleen naar deze drie mannen te kijken, maar ze ook eigenlijk op volgorde vanuit Gods woord te behandelen, zeg maar. Zodat we ook een beetje misschien de rode draad qua geschiedenis een beetje kunnen meepakken daarbij. Dus dat is het idee. Dus we doen vandaag, beginnen we met Jozefat. Dus laat me openen in gebed en dan gaan we kijken. Vader Heer, ik dank u voor deze ochtend, Heer. Ik dank u dat we zo bij elkaar mogen zijn, Heer. Wat een genade dat we toch weer met zoveel mensen, zoveel mannen gewoon hier vandaag mogen zijn op het mannenweekend, Heer. En dat u het mogelijk heeft gemaakt, Vader, dat we hier kunnen zijn. Heer, dat iedereen hier is aangekomen, dat iedereen thuis is achtergebleven, dat dat mogelijk is, Vader. Dat u dat allemaal zo verzorgt, Heer. En dat is echt mijn gebed, Heer, vandaag, dit weekend, deze ochtend, Heer, dat u gewoon doet wat alleen u kan doen, Vader. Dat u met ons aan het werk gaat, Heer. Dat u ons duidelijk maakt, Heer, wat u voor ons heeft dit weekend. Heer, ik vraag echt dat u onze harten opent, Heer. Dat u, dat we niet echt alleen een ontmoeting mogen hebben met uw woord en met uw woorden, Heer, maar ook gewoon echt met u. Heer, dat we oog in oog mogen staan, Heer, met uw onzagwekkendheid, Heer, in uw genade, in uw grootheid, in uw liefde, Vader. Dat we echt een confrontatie wat dat betreft mogen hebben met u. En echt veranderd naar huis mogen gaan. Heer, help ons deze ochtend om echt iets te leren over het gebedsleven van Jozefat. Heer, en de situatie waarin het zit, Heer, help ons om zijn situatie te zien in onze eigen situatie, in ons eigen hart, in onze eigen omstandigheid, Vader. En ga met ons aan het werk, Heer. Ik bid echt dat u gewoon door mij heen spreekt, Vader, want wat ik op papier heb, is allemaal gewoon dode woorden, Heer, maar u bent levend woord, Vader. U werkt gewoon daardoorheen, Heer. Dus wees met ons, wees ons nabij, Vader. In Jezus' naam. Amen. Ik neem een slokje. Jozefat. Jozefat is de vierde koning, van Israël. Was 35 jaar oud, een kleine biografie, zeg maar. 35 jaar oud toen hij koning werd. En heeft in totaal voor 25 jaar geregeerd. Hij is voor 25 jaar lang koning geweest. In de eerste drie jaar was hij, zeg maar, co-regent samen met zijn vader. Want zijn vader Asa was ziek aan het einde van zijn leven. En drie jaar lang heeft hij samen met zijn vader geregeerd. En toen heeft hij het overgenomen. En om een beetje de context te schieten, een beetje de tijdslijn in ons hoofd te hebben. Dit is 58 jaar na Salomon. Dus na het splitsen van het koninkrijk. En zijn vader Asa, ook een goede koning, net als dat Jozefat een goede koning was. Hij was daarvoor koning, zijn vader Asa. En toen Asa ongeveer 6 jaar koning was, toen werd Jozefat geboren. Dus dat betekent dat Jozefat best wel veel heeft meegemaakt, mee heeft gekregen van het konings zijn van zijn vader. Veel daarvan meegemaakt. En dat zal ongetwijfeld een indruk op hem gemaakt hebben. En ongetwijfeld hem ook gevormd hebben. Als hij later, toen hij koning werd. En denk bijvoorbeeld als je het verhaal van Asa zou lezen. Een aantal dingen die daar gewoon echt uitschieten, zeg maar. Is
Het grote geloof bijvoorbeeld wat Asa toonde toen er een leger, Ethiopisch leger van ongeveer 1 miljoen man voor zijn deur stond. Dat grote geloof wat hij daarin had voor God om dat op te lossen. Denk aan de vele hervormingen die Asa ook door heeft gevoerd in het land. Maar ook, net als heel veel andere koningen, het geestelijk verval aan het einde van zijn leven zal ook een indruk hebben gemaakt op Jozefat. Er zijn drie plekken waar we over Jozefat kunnen lezen in Gods woord. Dat is 2 Kronieken, hoofdstuk 17 tot en met 20. En daar gaan we vandaag in zitten. Dus daar kun je zo in je Bijbel vast naar openslaan. Maar het is ook in 1 Koningen 22, wat eigenlijk qua verhaal een overlap is met 2 Kronieken 18. En een interactie is met Agab, koning Agab, waar die qua koning zeg maar aan de Israëlkant het meest mee te maken heeft gehad in zijn regering. En als laatste ook in 2 Koningen hoofdstuk 3, waar we een interactie zien in de laatste jaren van zijn leven met koning Joram van Israël. Maar we gaan kijken naar 2 Kronieken 17 tot en met 20. En ik wil eigenlijk beginnen met te lezen de eerste 13 versen in hoofdstuk 17, want ik denk dat ze gewoon een goed beeld schetsen van Jehoshaphat, hoe hij is qua persoon, zeg maar. Dus 2 Kronieken 17, vanaf vers 1 tot en met 13 gaan we lezen samen. Toen werd zijn zoon Jehoshaphat koning in zijn plaats en hij verstevigde zijn positie in Israël. En hij legde een leger in alle versterkte steden van Juda en legde garnizoenen in het land van Juda en in de steden van Efraïm, die zijn vader Asa ingenomen had. De Heere was met Jozefat, want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David en hij zocht de Baals niet, maar hij zocht de God van zijn vader en ging in zijn geboden en deed niet zoals Israël deed. De Heere bevestigde het koningschap in zijn hand en heel Juda gaf Jozefat geschenken. Hij had rijkdom en eer in overvloed. Vastberaden ging hij in de wegen van de Heere en ook nam hij de offerhoogte en de gewijde palen uit Juda weg. In het derde jaar van zijn regering stuurde hij een boodschap naar zijn leiders, naar Ben-Gail, Obadja, Zacharia, Nathaniel, Michaja, om in de steden van Juda onderricht te geven. Bij hen waren de Levieten, Semaja, Nathania, Sebadja, Saael, Simiramot, Jonathan, Adonia, Tobia en Top Adonia. En de Levieten en de priesters Elisama en Joram waren ook bij hen. Ze gaven onderricht in Juda en het wetboek van de Heere was bij hen. Ze gingen alle steden van Juda rond en gaven onderricht aan het volk. Toen kwam grote vrees voor de Heere over alle koninkrijken van de landen die rond Juda lagen, zodat ze niet tegen Jozefat streden. Sommige van de Filistijnen brachten Jozefat geschenken en geld als schatting. Zelfs de Arabieren brachten hem klein vee, 7700 rammen en 7700 bokken. Zo werd Jozefat gaandeweg aanzienlijker en hij bouwde in Juda burchten en voorraadsteden. En hij had veel werk in de steden van Juda. En in Jeruzalem had hij strijdbare mannen, dappere helden. Nou, wat ik eerder zei, Jozefat startte als co-regent naast zijn vader in die eerste 3 jaar. En het eerste wat hij doet, is de steden versterken die zijn vader had ingenomen aan de noordkant van Juda. En we lezen dat de Heer bij Jozefat was. Dat hij vastberaden was in de wegen van David en dat hij God zocht. En hij lijkt wat dat betreft dezelfde hartsgesteldheid te hebben als zijn vader Asa. De Heer bevestigde het koningschap van Jozefat en hij gaf hem rijkdom en hij gaf hem eer in overvloed. En dan lezen we in vers 7, en dat is dus het derde jaar, en dat is dus eigenlijk het eerste jaar dat hij uit zichzelf koning is. Dan zien we meteen de ijver en de passie die Jozefat heeft voor de Heer. En je ziet meteen dat hij allerlei hervormingen begint in te voeren. En hij stuurt die leiders, hij stuurt de leiders en de levieten en de priesters, stuurt hij het land in naar alle steden om hen onderwijs te geven in Gods woord. Zoals eigenlijk ook van een koning verwacht wordt. Als we naar Deuteronomium zouden gaan,
Hoofdstuk 17, hoofdstuk 31 zien we wat er van een koning verwacht wordt. En dat is dat hij onderwijs geeft aan zijn volk. He, om het geloof van het volk te voeden en in stand te houden. We zien ook dat de omliggende landen, die zien ook hoe Jozef wat leidt als koning. En die herkennen de aanwezigheid van de Heer in zijn leven. En zijn gevuld met vrees en brengen geschenken en geld naar Juda, waardoor Juda nog sterker kan worden. En als we door zouden lezen na die vers 13, dan staat er wat het leger is, de mighty men, zeg maar, zoals het in het Engels zo mooi staat. Het leger van Jehoshaphat. En als je die getallen bij elkaar optelt, dan kom je echt op een leger uit van ruim 1,2 miljoen mannen. Dus hij had echt een flink leger en dat was naast wat hij nog een keer in de steden had qua versterkingen. Ja, dus er wordt daarom ook gezegd dat Juda het meest bloeide in de tijd van Jehoshaphat. Dus Jehoshaphat begint goed. Als we hoofdstuk 17 lezen, begint hij goed. Maar dan in hoofdstuk 18, dat is een heel mooi hoofdstuk, daar gaan we eigenlijk niet erg doorheen. Dat is een supermooi hoofdstuk om te lezen. Maar dan zien we dat hij een verbond sluit met koning Agab. En hij laat zijn zoon, de zoon van Jehoshaphat, laat hij trouwen met de dochter van Agab. En eigenlijk als je erover nadenkt, had hij daar echt geen enkele reden toe. Ja, niet financieel, want het ging prima. Niet politiek, want hij was sterk. Niet militair, want hij had geen andere mensen nodig. De Heer was aan zijn zijde. Ja, en je ziet misschien toch een beetje daarin dat misschien Jehoshaphat het moeilijk vond of moeilijk in kon zien hoe geestelijk afgevallen Israël was. En dat hij daar toch in meeging en toch zeg maar zag dat ze nog ook zijn broeders waren. En we zien in dat hoofdstuk dat Agab hem verleidt om samen met hem te strijden tegen Syrië. En je ziet in die versen, in vers 3 bijvoorbeeld van dat hoofdstuk, zien we ook de uitspraak daar van Jehoshaphat die zegt: ik ben als u, mijn volk is als uw volk, wij gaan met u mee in de strijd. Ja, dus hij ziet het broederschap nog steeds. Misschien hoopt hij, ik weet het niet, dat er weer een verenigd koninkrijk kan komen. Hè, want dat is natuurlijk maar 60 jaar daarvoor. Je ziet dat hij eigenlijk misschien met goede intenties, maar uiteindelijk misschien toch ook de verkeerde keuze daarin maakt. En uiteindelijk, als je dat hoofdstuk uitleest, dan zie je dat Agab sterft aan het einde. En dan komt Jehoshaphat terug van die strijd. En dan is het de profeet, de ziener Jehu, die hem terecht wijst in hoofdstuk 19, het begin van hoofdstuk 19. Ja, dus we gaan daar even snel doorheen, zeg maar, door die eerste paar hoofdstukken. En we lezen in vers 2 van hoofdstuk 19, daar staat, dat is wat Jehu zegt. Hij zegt: moest u de goddelozen helpen en hen die de Heere haten, liefhebben. Hierom rust u op uw grote toren van voor het aangezicht van de Heere. Nou, dat is denk ik misschien een mooie les voor ons, maar niet voor vandaag. Maar ja, dus waar ligt de grens misschien van onze tolerantie, zeker richting de zonde van anderen en misschien meer ook in onze relaties met mensen die niet de Heer volgen. Ja, waar ligt die grens en waar ligt onze tolerantie? Maar dat is niet voor vandaag. Daar kan je een andere preek over geven, misschien, weet ik niet. Maar je ziet dat op basis van de woorden van Jehu, dat Jehoshaphat zich weer bekeert. En de rest van hoofdstuk 19 zien we dat hij erop uittrekt onder het volk. Dat hij hen doet terugkeren naar de Heer. Dat hij rechters aanstelt in het land om voor de Heer te oordelen. En levieten en priesters aanstelt voor de rechtspraak. En tegen hen zegt uiteindelijk, bijvoorbeeld in vers 9, hij zegt: dit moet u in de vrees des Heren. Dit moet u doen in de vrees des Heren, in trouw en met een volkomen hart. En dat is eigenlijk, ja, dus je ziet dat Jehoshaphat goed begint en dan misschien even een slecht moment hebt en dan wordt hij daarop aangesproken en dan bekeert hij zich weer. En dan gaat het goed in het land verder. En het is in deze, denk ik, tijd van, ik zou zeggen, geestelijke voorspoed eigenlijk in zijn leven, dat we bij hoofdstuk 20 uitkomen, waar het gebed van Jehoshaphat in staat. Ja, dus daar gaan we lekker induiken met z'n allen deze ochtend. Ja, maar ik denk dat het goed is om voor onszelf voor ogen te hebben dat het vanuit zijn perspectief, denk ik, een tijd van geestelijke voorspoed was. Het ging goed in het land, het ging goed met hem. Hij was op een goede weg met de Heer. Dus laten we lezen
hoofdstuk 20, vers 1 en 2. Wat eigenlijk de situatie is wat aanleiding geeft tot het gebed. Vers 1. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam men Jozefat de boodschap brengen. Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, ze zijn bij Hazazon Tamar. Dat is Engedi. Nou, ik denk als je... Ik probeer een beetje uit te zoeken wanneer deze situatie zich afspeelt. En als ik probeer alle versen naast elkaar te plakken, kom ik in ieder geval uit dat het een beetje in de latere jaren van zijn regering is. Misschien in de laatste 5, 7, 8 jaar van zijn regering. Dus dan is hij ongeveer 20 jaar koning inmiddels al. Dan is hij rond de 50 jaar oud. En waar we in hoofdstuk 17 lazen dat alle omliggende landen grote vrees hebben voor Juda en niet, zeg maar, ten strijde zouden trekken tegen hen, zien we hier in hoofdstuk 20 dat dat niet meer het geval is. En we zien dat de Moabieten en de Ammonieten en de Meunieten Juda aanvallen. Nou, voor een beetje voor de geologische plaatsing, zeg maar, van dingen. Moab ligt, zeg maar, aan de rechterkant voor jullie. Niet voor jullie, gewoon aan de rechterkant. Maakt niet uit hoe ik het doe. Aan de rechterkant van Juda, met de Dode Zee ertussen, zeg maar. En Ammon ligt daar rechtboven, dus die ligt een beetje ter hoogte van Israël. Zo daarnaast. En de Meunieten zijn wat lastiger te plaatsen, zeg maar. Maar later in dit hoofdstuk wordt ook gerefereerd naar het Seirgebergte. Dat het bewoners daarvan zijn. En dat zijn eigenlijk bewoners die uit het noordoosten van Edom komen, rondom Bosra. Dus dat Edom is aan de onderkant van Moab. Ja, dus je hebt Edom, Moab en Ammon. Dus je ziet daarbij dat eigenlijk de hele oostkant van Juda omringend, zeg maar, wordt aangevallen door de landen die daar zijn. En dat is een beetje onduidelijk. Zeg maar in de tekst, of in deze versie staat dat ze uit Syrië komen. Er zijn andere vertalingen waar het staat dat ze uit Edom komen. En als je denkt van, hey, dat zijn toch twee hele andere landen, dat klopt. En die liggen ook op een hele andere plek, maar in het Hebreeuws zit er maar één letter verschil tussen die twee namen. En dus er is wat verwarring van waar komen ze vandaan. Maar het is niet zo heel belangrijk voor ons. Wat wel belangrijk is voor het verhaal, is dat ze dus bij Engedi zijn. Aan de onderkant, redelijk aan de onderkant van Juda. En dat is ongeveer 60 kilometer bij Jeruzalem vandaan. Dus ze zijn al redelijk het land ingetrokken en al flink onderweg, zeg maar. Dus op het moment dat Jozefat het bericht hoort van zijn boodschapper, is er geen moment te verliezen en moet hij direct actie ondernemen. Ja. En ik denk dat als we één ding van het leven kunnen verwachten, is dat we juist het onverwachte altijd mogen verwachten. Ja, er gebeurt altijd wel iets en of we nou lekker in ons vel zitten en dat gaat goed en er gebeurt plotseling iets of dat we juist misschien in al wat zwaarder vaarwater zitten, kan er net zo goed ook weer daarbovenop iets gebeuren en iets onverwachts gebeuren. En worden we op de proef gesteld, vaak op een manier die we niet zien aankomen en ook niet eigenlijk willen. Ik moest hierbij denken aan iets wat ons is overkomen. Ik zat na te denken ongeveer 11 jaar geleden. En ik was op een vrijdagmiddag en ik was gewoon aan het werk. Op kantoor nog toen, hè, allemaal voor corona, dus gewoon op kantoor. En ik werd op een gegeven moment gebeld door Heidi, ergens in de middag. En ik nam de telefoon op en er was super veel lawaai op de achtergrond. En ik hoorde Heidi praten en ik hoorde tegelijkertijd ook Elora enorm hard huilen op de achtergrond. En het bleek dat Elora van haar fiets af was gevallen. Maar niet zomaar van haar fiets gevallen. Ze ging in een soort fietstunnel, wat een beetje omlaag ging. En met al haar enthousiasme was ze te snel gegaan. Controle over het stuur kwijtgeraakt en klapte over het stuur volop met haar gezicht, met haar mond op het beton. En moest dus met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. Dus Heidi belt mij. En rustige middag, boem, alles is anders. Ja, vet lawaai in mijn oor. 30 seconden heeft dat gesprek misschien met Heidi geduurd, zeg maar, om even heel te snel te vertellen
wat er aan de hand was. En ik hoorde Elora. En ik dacht, oh, Isha. En je wordt meteen in een situatie geworpen waar je niet in wil zitten. En ik ging in die tijd altijd gewoon met de bus naar kantoor. Dus ik kon niet snel weg. Maar een collega zegt, joh, ik breng je naar het ziekenhuis. En volgens mij heb ik nog nooit zo snel in een auto gereden ongeveer. Maar had er ook de auto voor, dus dat scheelde. Maar ik was eerder op de spoedeisende hulp dan dat de ambulance dat was. Dus dat geeft ook een beetje een indruk, zeg maar, hoe snel we gereden hadden. Maar goed, ik zit dus naast mijn collega en ik ben echt helemaal aan het bidden, zeg maar, in de shock, zeg maar, dat ik ben. Dus ik was op de spoedeisende hulp en op een gegeven moment komt die ambulance eraan en ik sta daar en Elora komt daar in een rolstoel met een witte handdoek voor haar mond die dik bebloed is aan alle kanten. En ik zie aan haar ogen dat ze blij is mij te zien, zeg maar. Maar ze zegt niks, zeg maar. En ik denk, oh, denk wat ga ik zien als die handdoek weggaat, zeg maar. Weet je wel, want ik weet niet wat er gebeurd is. Maar goed, dus zij gaat naar ruimte en ze ging met Heidi mee. Heidi ging mee en ze wordt helemaal opgeknapt en er worden foto's gemaakt aan alle kanten. En er is weinig wat je op dat moment kan doen dan gewoon bidden. Absoluut niks wat je kan doen. Gewoon afwachten en bidden en vertrouwen op God. En foto's gemaakt. En uiteindelijk was er niks ernstigs aan de hand in dat er niks gebroken was, zeg maar. Er waren wat melktandjes afgebroken en ze had wat scheurtjes in haar mond en zo. Dat is allemaal goed gekomen. Ze had natuurlijk wel een lichte hersenschudding, dus ze moest in het ziekenhuis blijven overnacht. Maar in dat moment ook het hele idee dat ze, zeg maar, bijna niks zei. Ze had eigenlijk geen herinnering aan wat er gebeurd was. Deels ook door de shock, zeg maar. En de dag daarna sprak ze al wat meer. Ik denk, oké, weet je wel. En toen mocht ze naar huis. En toen was de arts van, hey, je moet wel even de komende weken in de gaten houden of ze een beetje vreemd gedrag vertoont, zeg maar, in wat ze zegt en doet en zo, weet je wel. Ik denk van, ja, dat klinkt heel leuk, maar als je dat tegen mij zegt, dan is per definitie alles vreemd gedrag. Zeg maar, weet je, gaat dan alles twijfelen gewoon, weet je. Maar goed, ik moest aan dat voorbeeld denken. Ik denk van ja, dat is gewoon een situatie, je bent gewoon aan het werk, er is niks aan de hand en boem, alles verandert. Weet je, alles is plotseling anders. Sorry. En we houden denk ik niet van dit soort onverwachte gebeurtenissen. Tenminste, ik niet. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ja? En we hebben liever dat ons leventje soepel en rustig verloopt. Dat alles lekker kabbelt. Dat we de controle hebben. Weten wat we aan het doen zijn. Weten wat er gebeurt. Maar God in zijn enorme wijsheid en soevereiniteit wil ons continu iets leren. En Jehoshaphat hier, ja, zien we dat er een hele serieuze, onverwachte wending is in de situatie bij hem. En dat hij snel moet handelen en snel moet beslissen als koning, wat gaan we doen met de enorme overvloed aan leger wat ons tegemoet komt en al heel dichtbij is. Vers 3 en 4. Jehoshaphat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de Heere te zoeken. Hij riep een vaste uit in heel Juda en Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Ze kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. Jehoshaphat krijgt het nieuws en is bang. En ik denk, oh, wat fijn dat het gewoon oké is om bang te zijn. Er is niks mis mee. Begrijpelijk ook. Ik was ook bang toen hij die belde en vertelde wat er gebeurd was. Maar het punt denk ik is niet zozeer hoe we ons voelen op dat moment, maar hoe reageren we daarna? Wat is de actie die erop volgt? En de eerste reactie van Jehoshaphat is niet te vertrouwen op zijn leger van ruim 1 miljoen man. Is niet te vertrouwen op de alliantie die hij heeft met Israël en hen te vragen te hulp te schieten. Maar zijn reactie is, hij richtte zich erop om de Heer te zoeken. Een van de kenmerken van de wedergeboren christen is dat we in tijden van grote nood, van grote druk, weten hoe we op onze knieën mogen gaan voor God en hem mogen zoeken. En Jehoshaphat wist dat hij nergens anders naartoe kon. Misschien had hij Psalm 56 op zijn hart, waar David in vers 4 zegt, op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op. We mogen in momenten van vrees, in momenten van nood, als we hulp nodig hebben, ons richten op de Heer en hem zoeken. En ik moest daarbij denken aan
de openingsverse van Romeinen hoofdstuk 5. Waar staat, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben we ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Ik denk, oh, hoe heerlijk is dit. Ja, dat door Jezus we vrede hebben bij God en dat we toegang hebben tot God. Dat we in die momenten van onze nood, van onze vrees, dat we ons op hem mogen richten en zijn aangezicht mogen zoeken en al onze zorgen op hem mogen richten. Maar ik denk ook, als we kijken naar wat Jehoshaphat zo doet, is dat die houding van meteen naar God gaan, die komt niet zomaar. Ja, het is niet dat hij dat nooit deed en plotseling nu denkt van, oh, dat is het eerste wat ik ga doen. Ja. Ik denk dat het een resultaat is dat van een leven waarin hij zich consequent, consistent richtte op de Heer. In juist al die momenten dat er niks aan de hand was. Gewoon in die alledaagse momenten die we hebben, gewoon in de normale routine van het leven, dat we op die momenten juist de routine en de discipline kweken, zodat we hem ook zoeken als eerste op het moment dat er iets onverwachts gebeurt. Ja. Het gaan naar God voor Jozef was niet een soort laatste strohalm van, oh, ik heb eerst al mijn andere opties bewandeld en naar gekeken en die werken niet. Dus nou, dan ga ik maar naar de Heer toe. Nee, het is juist het eerste wat hij doet. Ja, en het laat zo mooi zijn hartsgesteldheid zien. Het laat zo mooi zien wat zijn normale wandel met de Heer is. En dat is gericht zijn op hem. En dus natuurlijk in die zin komt het uit hem dat op het moment dat hij de Heer nodig hebt, in eerste instantie gewoon meteen naar de Heer gaat. Dat is ook een houding die wij mogen hebben. En mogen ontwikkelen. Om juist in de normale momenten van het leven, waarin we gewoon in onze routine zitten en de dag gewoon saai is in die zin, gewoon juist dan de discipline mogen kweken om gewoon ons op God te richten in al die kleine momenten. Zodat we op het moment dat we het nodig hebben, of in ieder geval zeker weten dat we het nodig hebben, want we hebben God natuurlijk altijd nodig, ook in die kleine momenten, hè, maar dat, op dat soort momenten dat er iets onverwachts gebeurt en dat je eigenlijk van je stuk geslagen bent, dat jouw eerste reactie dan ook is om naar hem te gaan en onszelf op hem te richten in gebed. En het is niet alleen, denk ik, dat Jehoshaphat zich op hem richt, maar ik zie ook dat er een doelbewuste houding is van Jehoshaphat om echt zijn aangezicht van de Heer te zoeken. Ja, er spreekt een ernst en een oprechtheid, denk ik, uit zijn woorden. Of in zijn houding, zeg maar. Dat hij echt in de aanwezigheid van God wil zijn. Ja. Ja, er staat, hij richtte zich erop om de Heer te zoeken. Dat is een hele doelbewuste actie. Andrew Murray, dat is een Zuid-Afrikaanse voorganger uit de 19e eeuw. Die heeft een boek geschreven. Ik weet niet of het in het Nederlands vertaald is ooit. Maar dat heet The Deeper Christian Life. En in hoofdstuk 1, dus het begin van het boek, praat hij over dagelijkse fellowship met God. Ik wil een klein stukje lezen, want elke keer als ik dat lees, dan denk ik van, oh man. Dat is op een andere manier nadenken over dingen, zeg maar, en met God bezig zijn. Dus er staat dit, hij zegt dit in zijn eerste hoofdstuk. Het zijn bijna zijn eerste woorden in het boek. Ja, dus het geeft ook mooi aan dat het het startpunt is van het diepere christelijk leven, zeg maar. Hij zegt dit, begin elke dag met te vertoeven voor God en hem u te laten aanraken. Neem de tijd om God te ontmoeten. Laat uw eerste daad in uw toewijding zijn om uzelf stil te zetten voor God. In gebed of aanbidding hangt alles af van God die de belangrijkste plaats inneemt. Ik moet mij in nederig geloof en aanbidding in stilte voor hem buigen en aldus in mijn hart spreken, God is nabij, God is liefde,
verlangend om zichzelf aan mij te communiceren. God de Almachtige, die alles in allen werkt, wacht zelfs nu om in mij te werken en zichzelf bekend te maken. Neem de tijd totdat u weet dat God heel nabij is. En ik denk van, oh, wat een uitdaging. Ja, en ik zeg dit niet als een soort ritueel, zeg maar, wat we dan elke ochtend moeten gaan doen en dit specifiek moeten zeggen. Dat is niet het punt. Ja, maar we hebben zo'n drukke wereld continu om ons heen, met zoveel geluid en er gebeurt zoveel dingen en we zijn zo snel afgeleid. En hoe belangrijk is het, hoe mooi is het als we dagelijks onszelf in alle stilte voor Hem kunnen brengen en mogen brengen. En echt met heel ons hart onszelf op Hem richten en de tijd nemen om zijn nabijheid ook echt te ervaren. Voor mij is dat echt een uitdaging. Ik weet niet, maar als ik 's ochtends mijn stille tijd heb, tenminste moet ik een beetje wakker worden, maar ik zit en ik denk, oké, ik ga bidden. Ik ben stil en mijn gedachten gaan gewoon alle kanten op. Elke keer moet ik mezelf weer corrigeren. Van, oh nee, ik was aan het bidden, zeg maar. En ik denk dat dat oké is. Want ik denk, zo werken onze gedachten, denk ik ook. Maar ik denk ook dat dat getraind kan worden. Ja, we kunnen onze gedachten trainen daarin, in onze stille tijd, om gewoon echt leren zijn aanwezigheid te zoeken. En hij is er natuurlijk. Ja, het is niet dat hij pas komt als wij onze gedachten daarop focussen. Maar om echt gewoon zijn aanwezigheid te proeven bijna in onze stille tijd, aan het begin van de dag. Wat we ook zien is dat Jehoshaphat een vaste uitroept in heel Judea. En heel Juda bijeen roept voor gebed. Dat laat wederom zien hoe serieus Jehoshaphat is in zijn relatie met de Heer. In het zoeken en het afhankelijk opstellen voor God. En ook mooi te zien dat het hele volk bijeenkomt. Ja, ik denk, oh, hoe mooi zou dat in ons land zijn. Weet je wel, dat er opgeroepen wordt tot gebed. En het hele volk gewoon bijeenkomt. En ik las een verhaal van de Tweede Wereldoorlog uit Engeland, waar een situatie waar Hitler ongeveer 1-2 weken verwijderd was om Engeland binnen te treden en te overwinnen. Dat de koning van toen, koning George, het hele land oproept om te bidden. En ervoor zorgde dat alle kerken 24/7 gewoon open waren, zodat iedereen ten alle tijde gewoon kon gaan bidden. Oh, mooi. Ja, hoe mooi. En ik denk ook dat laat zien dat alle tijd en aandacht die Jehoshaphat geïnvesteerd had in het volk, ja, door ze op Gods woord te wijzen, door hen te onderwijzen, door hen erop te wijzen te handelen naar God, door persoonlijk met hun bezig te zijn en te laten terugkeren naar God. Dat werpt ze vruchten hier af, dat het volk gewoon eenduidig bijeenkomt om te bidden in hun tijd van nood. En ik denk, wat een mooi voorbeeld van niet alleen discipelschap, maar ook fellowship. Ja. En ik denk, laten we ook in deze context gewoon elkaar discipelen. Elkaar wijzen en opbouwen in Gods woord. Diepe fellowship met elkaar hebben. Een weekend als dit is daar zo mooi voor. Een diepe fellowship met elkaar hebben. Elkaar betrekken ook echt in elkaars leven. Want we weten niet altijd wat voor nood er is in iemand anders leven. Maar we mogen elkaar juist betrekken in gebed, in vasten met elkaar. Ja, we mogen er voor elkaar zijn. We mogen samen de Heer zoeken. En we mogen de vrijheid hebben. En die hebben we ook. Die mogen we ons ook pakken gewoon. Om onze noden bij elkaar bekend te maken. Dus ik wil je ook echt daarin uitnodigen voor dit weekend. Om daarin niet terughoudend te zijn, zeg maar. Ja, ook in de gespreksgroepen zometeen. Maar echt gewoon ons hart op tafel te leggen. Als de Heer dat zo leidt, zeg maar. Maar ik denk ook dat geloof groeit als we samen bidden. Ja? Misschien maak je zelf een moeilijke tijd door iets. En tussentijd probeer je te vertrouwen op God en probeer je te bidden. En probeer je geloof te hebben. Maar misschien is dat moeilijk omdat je misschien niet helemaal duidelijk dat je eigenlijk alleen maar het probleem ziet waar je in zit. En niet zozeer de oplossing kan zien of er doorheen kan kijken.
Maar als je dan met anderen gaat bidden en je hoort anderen bidden, je luistert naar anderen in gebed, hoe mooi is het dan? Want dan groeit ons geloof door de gebeden van anderen. Ja, en groeit de eenheid onder elkaar, groeit de broederschap, groeit de fellowship. En krijgen we een duidelijker beeld, krijgen we een scherper beeld van wat God aan het doen is. En als we dan samen de Heer zoeken, dan zijn we ook niet op onszelf gericht meer, maar zijn we juist op de ander gericht, omdat we samen de Heer aan het zoeken zijn. En het anders gericht zijn is juist de kern van fellowship hebben met elkaar. Ja, dus het geeft zo'n mooi beeld, denk ik, van fellowship en discipelschap, wat we hier zien in Jozefat door het hele volk bij elkaar te roepen voor gebed en voor vasten. Laten we verder lezen, vanaf vers 5. Toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis van de Heere, voor de nieuwe voorhof, en zei: Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham die u lief had gegeven? Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor u een heiligdom gebouwd voor uw naam en gezegd: als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult verhoren en verlossen. Dit is het gebed van Jozefat ten aanzien, ten overstaande van het hele volk. Er is zoveel in te leren, maar ik ga een paar dingen proberen daaruit te halen voor deze ochtend. Ik denk ten eerste, We zien verschillende manieren, denk ik, hoe die zich op God richt, ja, in zijn gebed. En ten eerste, en misschien denk ik ook wel de belangrijkste, is hoe die begint in zijn gebed door te zeggen: Heere, God van onze vaderen. Ja, wie is God? God is de God van zijn vaderen. Het is zijn God. Keer op keer in de psalmen zien we dit terug. Ja, mijn God. Psalm 31, vers 15. Maar ik vertrouw op u, Heere, en ik zeg: u bent mijn God. Psalm 63, vers 1. O God, u bent mijn God. Psalm 118, vers 28. U bent mijn God, daarom zal ik u loven. Maar denk bijvoorbeeld ook gewoon aan de openingswoorden van Psalm 23. De Heere is mijn herder. Of het Onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt. Hoe mooi is het dat we tegen God kunnen zeggen: Onze Vader, mijn God, mijn herder. Niet alleen in ons hoofd, maar ook dat we dat in ons hart mogen weten. Ja. Een van mijn favoriete versen is in Galaten hoofdstuk 4, vers 9. En daar zegt Paulus, daar begint hij dat vers met: en nu u God kent, ja, wat meer is, door God, dat u door God gekend bent. Ja, dat we niet alleen God kennen, maar nog veel belangrijker, dat God ons kent. Ja. Als hij onze Vader is, als hij onze God is, dat betekent dat we ook door God gekend zijn. Hij kent ons door en door. Hij weet precies wat er in ons hart, in onze gedachten, in ons leven afspeelt. En als we, denk ik, ons gebed beginnen met het erkennen dat hij onze Vader is, dan erkennen we tegelijkertijd ook dat we gekend zijn door hem. En wat een rust geeft dat al meteen aan het begin van ons gebed. Dat we naar de persoon komen die ons door en door kent. Dat we weten dat we onszelf aan de voeten van onze Vader, onze herder, mogen begeven. Tweede punt, in vers 6. Zegt hij: bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken
van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Jozefat erkent wie God werkelijk is. Hij erkent Gods macht en soevereiniteit over de hemel en alle volken. En niet alleen komt hij dus tot een God die hem door en door kent, maar hij komt ook tot zijn vader die volledig bij machten is te doen wat hij wilt. Ja, dus omdat hij onze vader is, hoort hij niet alleen onze gebeden aan, maar is hij ook bij machten en bereid, is hij gewillig om in actie te komen. En dat het zo belangrijk is dat we, als we aan het bidden zijn in onze onzekere tijden, in onze tijden van nood, dat we al in ons gebed getroost worden door hoe we bidden naar onze Vader. Ja, en als we onze gebeden beginnen met te erkennen wie God werkelijk is, wat een bemoediging is dat, ongeacht de enorme problemen waar we in kunnen zitten. Ja, als we realiseren tot wie we ons echt wenden, maakt dat al zoveel verschil in onze situatie. Verandert niks aan onze situatie. Maar er verandert denk ik zoveel in ons hart. Als we erkennen wie God echt is. Ja. Onze Vader die ons door en door kent en die bij machten is en gewillig is om ons te helpen in onze tijden van nood. Na vers 6 gaat hij naar vers 7 uiteraard. Maar gaat hij van Gods karakter, gaat hij over naar Gods daden. En hij herinnert God aan zijn verbond met zijn volk. Ja, en hij denkt, als God in het verleden grote dingen gedaan heeft voor het volk, dan zal hij dat in tijden van nu, van een grote nood, ook weer gaan doen. Ja, ook daarin, denk ik, zit zoveel vertroosting en geruststelling. Als we navertellen waarop de verschillende manieren waarop God ons al gered heeft in het verleden uit een crisis, helpt ons ook in de nieuwe crisis weer. Ja. Niet alleen dus de ervaringen uit Gods woord. Als we Gods woord lezen en we denken van, oh, zie hoe mooi God aan het werk is in Israël, keer op keer op keer op keer. Maar juist ook in de ervaringen van ons eigen leven. Dat we die in gebed terug mogen brengen naar God op zo'n moment. En die ons verankeren in zijn hoop. Omdat we weten dat God niet verandert. En wat hij eerder gedaan heeft in zijn hoop opnieuw zal gaan doen. En dit is zo mooi, want dit is ook waar gebed super persoonlijk wordt. Want ik en God en jij en God hebben een geschiedenis met elkaar. Ja. En alleen jij kan in je gebed terugverwijzen naar de dingen die God voor jou heeft gedaan. Die ons mogen helpen in ons gebed op momenten en tijden dat we het nodig hebben. Ik vind dat lastig, want ik heb echt een super slecht geheugen eigenlijk. Zeker voor dit soort dingen. Dus ik heb niet. Sommige mensen hebben echt gewoon een soort geheugen van mijn beeldvorming, een soort grote kast met allemaal laadjes, met allemaal herinneringen, netjes gesorteerd en geordend, zeg maar. Oh ja, ja, nee, weet je wat? Ja, toen was er dit gebeurd en zo, weet je wel. En dan kunnen ze dan op terugvallen. Ik heb dat echt nul, zeg maar. Dus ik vind het voor mij echt een uitdaging om überhaupt, zeg maar, terug te denken wat er gebeurd is en dat dan weer opnieuw te gebruiken voor iets. Maar het kan wel. Het is wel een uitdaging, zeg maar. Ik bedoel, misschien is dat wel een goede reden om gewoon onze gebeden uit te schrijven en de verhoren op onze gebeden ook uit te schrijven. Ja, maar God, ja, Jozefat die herinnert God eraan van dit is uw verbond met ons, dit is hoe u ons geholpen heeft in tijden van nood. Ja, en we zien dat ook keer op keer terug in het Oude Testament, hoe vaak God zelf zegt, ja, maar ik ben de Heer die u uit Egypte hebt verlost, omdat ik uw God ben. Ja. En ik denk van, misschien is dat mooi ook voor ons een uitdaging, dat we dat voor onszelf mogen invullen.
Ja, maar u bent mijn God die u uit deze situatie hebt verlost. Daar beroep ik mij weer op, nu. Vierde punt, als we in vers 8 en 9 lezen, dan wijst Jehoshaphat God op zijn gemaakte belofte. Hij zegt, wij zijn in het beloofde land gaan wonen. We hebben een tempel voor u gebouwd, en zodat u daar kon gaan wonen. Hij verwijst eigenlijk naar het gebed van Salomo eerder in Kronieken, in 2 Kronieken 6 en 7, tijdens de inwijding van de tempel. Drie versen uit het gebed van Salomo houden eigenlijk waar hij aan terugrefereert. 2 Kronieken 6 vers 20 zegt Salomo: laat uw ogen open zijn dag en nacht over dit huis, over deze plaats waarvan u hebt gezegd dat u daar uw naam zou vestigen, om te luisteren naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats zal bidden. Ja, dat is redelijk aan het begin van zijn gebed. En dan aan het einde van het gebed, in hoofdstuk 7 vers 1, lezen we dat het vuur uit de hemel neerkwam en het verteerde het brandoffer en de slachtoffers, en de heerlijkheid van God vervulde het huis. Dat is een soort bevestiging op wat er gebeden is. En dan later in vers 7, in 2 Kronieken vers 7, vers 15 en 16, is het God die spreekt, ja, als antwoord op het gebed van Salomon. En hij zegt, nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats. Want nu heb ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat mijn naam daar tot in eeuwigheid is. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn. En dit is waar Jehoshaphat naar verwijst in zijn gebed. Ja. Jehoshaphat vond in Gods woord een belofte van God die van toepassing was op zijn situatie. Want nu stond Jehoshaphat in de tempel. Precies wat hier Salomon deed en bad. En hij beroept zich op die situatie. En hij hing zijn situatie aan die situatie van toen. Ja, en hij baseerde zijn verzoek aan God op die situatie van Salomon toen. En God zei in vers 15 en 16 daar, dat hij belooft te luisteren naar het gebed van zijn dienaar in de tempel. Dat is waar Jehoshaphat hem op wijst. En Jehoshaphat stond op deze belofte en hoopte dus daarop op een ingrijpen van God. Ik denk, er zijn zoveel beloften in Gods woord. En die mogen we gebruiken bij hem in gebed. We weten dat God zijn belofte nakomt, keer op keer. We zien dat in zijn woord, keer op keer. We zien dat in ons eigen leven, keer op keer. We zien het in het leven van de gemeente. We zien het in het leven van gelovigen overal, in alle tijden, dat God keer op keer, op keer, op keer zijn belofte nakomt. En dus mogen we op de belofte van God staan in ons gebed. Dus hebben we een probleem met zonde, dan mogen we zoeken in Gods woord waar staat dat hij al onze gerechtigheden vergeeft. Hebben we grote problemen, zitten we in grote problemen, dan mogen we zoeken waar Gods woord zegt dat hij diegene zal helpen die in problemen zitten. En hem houden aan zijn eigen woord. Die belofte gewoon terugbidden. Want wat hij zegt zal niet veranderen. Ja, dus zoek de plaats waar het geschreven staat, wijs hem in gebed op zijn belofte en bid op basis van die belofte. Maar ik denk om zo te kunnen bidden, zoals we in die laatste paar verschillende dingen gezien hebben, ten aanzien van Gods karakter, ten aanzien van Gods daden, ten aanzien van Gods belofte, hebben we één ding super hard nodig. En dat is Gods woord. Ja. We kunnen niet zonder Gods woord, Gods karakter en Gods daden en Gods belofte kennen. Ja, dus we hebben Gods woord nodig aan de ene kant
zodat we zijn karakter en zijn daden en zijn beloften leren kennen. Maar we hebben ook Gods woord in ons hart nodig, zodat we onszelf erop kunnen beroepen in tijden van nood. Bijbel op de plank gaat ons niet helpen in onze tijden van nood. Ja. Hoe mooi is het dat je niet alleen Johannes 3 vers 16 in je hart hebt zitten als je in tijden van nood bent. Maar Gods woord en de belofte echt bij ons kunnen dragen. Laten we verder lezen, vers 10 tot en met 13. Dit is wat er na het gebed gebeurt. Het is nog steeds gebed. Vers 10. Wel nu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, tegen wie u Israël niet toestond op te trekken toen zij uit het land van Egypte kwamen. Daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg. En zie, zij vergelden het ons door ons te komen verdrijven uit uw bezit dat u ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult u geen gericht over hen uitoefenen? In ons is immers geen kwaad tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heere, ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. En deze laatste verse van het gebed van Jozefat doet hij waar velen van ons, ik ook, vaak mee beginnen. En dat is ons probleem bij God voorleggen. Ja. Heel vaak beginnen we met, dit is waar ik hulp bij nodig heb, God. Maar Jozefat eindigt zijn gebed met, oh ja, dit is waar ik hulp bij nodig heb, God. Ja, en hij legt zijn probleem bij God neer en hij legt zijn verzoek bij God neer en hij beschrijft zijn probleem, hij beschrijft zijn situatie en hij herinnert God wederom aan toen ze het beloofde land binnenkwamen. En dat God hen toen waarschuwde om Ammon en Moab met rust te laten. Kunnen we Deuteronomium 9 lezen bijvoorbeeld. Ja, en Jozefat's gedachte is, ja, maar die zouden juist dankbaar moeten zijn dat we ze toen met rust gelaten hebben. Ja, waarom komen ze ons nu aanvallen? Maar hij legt zijn probleem uit bij God en hij legt zijn verzoek neer bij God. En hij vraagt om God om rechtvaardig te kijken en rechtvaardig te handelen. Het deed mij denken aan Marcus hoofdstuk 10, waar aan het einde van het hoofdstuk heb je het verhaal van de blinde man in Jericho. Die riep naar Jezus toen hij voorbij kwam om zich over hem te ontfermen. En Jezus die roept de blinde man bij hem. En Jezus vraagt aan hem, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Gezondheid. Wat wilt u dat ik voor u doen zal? Een mooie vraag, niet? Maar ik denk dat dat precies de vraag is wat Jezus ook aan ons vraagt in ons gebed. We komen bij God en uiteindelijk doen we onze verzoek, leggen we neer aan zijn voeten. En dan vraagt Jezus, wat is het dat ik voor u doen zal? Ja. En zoals de blinde man antwoordt in dat verhaal en vervolgens Jezus het doet, mogen wij ook antwoorden op die vraag en God aan het werk gaan zien in ons leven. En als we dan vers 12 lezen hier in onze tekst. Ja, ik lees hem nog een keer. Onze God, zult u geen gericht over hen uitoefenen? En dan, in ons is immers geen kracht tegen deze groep troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gericht. Ja. Zo mooi, wederom de hartsgesteldheid van Jozefat, die zich compleet afhankelijk van God opstelt. Eén klein versje. Zo krachtig, zo God erend, denk ik, als we dat zien. En waarom heeft Jozefat Gods hulp nodig?
Simpelweg omdat hij machteloos is. En ik denk, daar staat de koning van Juda in de tempel ten overstaande van zijn volk. En is aan het bidden, heeft een open gesprek met God en zegt als koning, ik heb geen antwoorden. Ja. Ik kijk naar u voor alles. Ja. Want ik weet niet als koning wat ik moet doen. Was het dat hij geen leger had? Nee, hij had een supergroot leger. Ja. Was het dat hij zich niet goed kon verdedigen? Nee joh, hij had alle steden aan alle kanten versterkt. Nou, dat is in een prima situatie, denk ik, om daar iets aan te doen. Maar ondanks dat was hij ervan overtuigd dat zijn enige handelswijze was simpelweg te vertrouwen op God als het ging om het beschermen van Juda. Hij weet niet wat te doen, maar in het niet weten wat te doen, doet hij precies wat hij moet doen. Ja? Hij richt zich op God voor hulp. Heer, ik weet niet wat ik moet doen, maar ik vertrouw op u. Ik kan dit en dat en nog veel andere dingen doen, maar vader, eigenlijk weet ik niet wat ik aan het doen ben. Dus ik ben verdwaald en ik weet niet wat ik moet doen, maar mijn ogen zijn op u gericht. Ik kijk niet naar 100.000 andere oplossingen die ik kan bedenken. Nee, mijn ogen zijn op u gericht. En dan in vers 13 sluit het hier af. Dat heel Juda verwachtingsvol voor de Heere staat, wachtend op antwoord. Oh, verwachtingsvolle houding. Hoe belangrijk is het in ons gebed om verwachtingsvol te blijven waar je voor gebeden hebt? Zo vaak als ik 's ochtends met mijn stille tijd klaar ben en ik ben klaar met bidden en ik ga de dag beginnen en de sleur van de dag en alle dingen en de geluiden om me heen beginnen weer, vergeet ik zo snel waar ik voor gebeden heb. Ja. Maar je ziet hier een actieve houding van Jozefat en van het volk die zijn antwoord verwachten. Ja. Het is een actieve houding. Van verwachtingsvol zijn dat God gaat antwoorden. Dat hij iets doet met ons gebed. Marcus hoofdstuk 11 vers 24 zegt: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en dat u het ten deel zal vallen. Dus ik denk dat is zo'nzelfde houding. Ja, ons gebed mag tot een einde komen, maar ons geloof op het antwoord voor het gebed moet doorgaan. We mogen een verwachtingsvolle houding hebben na ons gebed. Dat God met onze woorden aan het werk gaat. Want hij is een goede God. En hij komt zijn belofte na. En hij blijft trouw aan zijn karakter. Want zijn karakter is precies zo. En als we dan de rest van het hoofdstuk zouden lezen, gaan we niet doen, mag je zelf doen. Of heb je misschien al gedaan. Dan zie je dat God antwoord geeft op het verzoek van Jozefat en voor hem zal gaan strijden. Ja, en ik vind het zo mooi, er staat ergens dat hij sterk mag staan in de Heer en dat de strijd niet van hem is. Het is niet zijn strijd. Gods strijd. Ja? Je bent naar God gegaan voor het antwoord op je gebed, omdat je zelf machteloos staat. En God zegt, dat klopt, je bent machteloos. Maar ik ga het voor je doen. Ik ga strijden. Het is niet jouw strijd, het is mijn strijd. Ja. En we zien zo mooi hoe Juda en Jozefat de Heer aan het prijzen is. Vooraf aan de strijd, als ze erin gaan. En in het midden van de strijd en na afloop van de strijd. Ja, hun hele hart is een hart van aanbidding. Zo'n groot geloof heeft Juda in God. Ja, en God verslaat het leger. En dan keurt iedereen met blijdschap terug naar Jeruzalem. En dan staat er, want de Heere had hen verblijd over hun vijanden. En grote vrees kwam over alle omliggende landen weer. En God gaf Juda rust. Als we bidden, mogen we verwachtingsvol zijn. En vervolgens actief toekijken
hoe God antwoord gaat geven, op wat voor manier dan ook, op ons gebed. En in dat wachten en in die periode van activiteit mogen we hem aanbidden. Mogen we hem loven en prijzen. Voor, tijdens en na. Ik wil drie korte conclusies geven over dit geheel. Die gaan meer, denk ik, niet zozeer over gebed, maar meer over Jozefat zelf. Eerste conclusie, als we kijken naar zijn karakter, valt mij zijn vertrouwen op als persoon. Ja. Hoe vreugdevol en oprecht zijn geloof is in wat God heeft gezegd. Hij heeft echt een rotsvast vertrouwen en geloof in God. Ook dat hij met lofprijs een schijnbaar onmogelijke situatie aanvaardt. Ja, supergroot leger. Ik weet het niet. Ik vertrouw het op u. Ik aanvaard de situatie, maar met een aanbiddend hart. Ja. In vers 20, te midden als ze ten strijde aan het trekken zijn, zegt hij: vertrouw op de Heere uw God, dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. Ja, degene die vol lofprijs voor de gewapende mannen uitlopen, zeggen: loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Ik wat een prachtige houding om vol lofprijs en vertrouwen op de Heer de strijd aan te gaan. Te midden van die strijd, die houding te hebben. Ik spreek van het vertrouwen wat Jozefat heeft op zijn God. Tweede karaktereigenschap van Jozefat is zijn ijver. Ja? Hij heeft aan de ene kant vertrouwen, maar het vertrouwen op God betekent niet dat hij gewoon achterover leunt en lekker Netflix aan het kijken is in de tussentijd. Weet je? Hij is druk bezig. Hij is niet aan het stilzitten en aan het niets doen. En zo van, joh, de Heer doet het wel voor mij, ik kan nu achterover leunen. Nee, door het hele verhaal heen, ja, zie je juist het tegendeel. Ja, in hoofdstuk 17 zie je hoe actief hij zijn verantwoordelijkheden als koning opneemt als het gaat om zijn geestelijke verantwoordelijkheid daarin. Ja, en in hoofdstuk 17 en 19 over het leiden van Gods volk, het leren van Gods woord aan het volk. Ja, het keren van het volk richting God. Super actieve houdingen, super druk bezig voor de Heer. Ja, ook in hoofdstuk 20, te midden van de strijd, is hij actief zichzelf aan het richten op God en het volk aan het helpen en aan het leiden om zich te richten op God en een voorbeeld te zijn. Ja, dus zijn vertrouwen op God vertaalde zich niet in, oh, ik kan dus achterover leunen, want God doet het wel. Nou ja, hij was super hard aan het werk voor God. En dan het derde, laatste karaktereigenschap, supermooi is, misschien wel onderscheidend is voor Jozefat, is zijn zwakte. Ja. Wat we zien in die vers 12, ja, als we daar nog een keer naar kijken. In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht. Wij weten niet wat we moeten doen, maar onze ogen zijn op u gericht. Ja. Hij was niet alleen zwak op dat moment en machteloos, maar hij was zich ook ervan bewust dat hij zwak en machteloos was. En in die zwakte kon hij zich alleen maar op de genade van God werpen. Ja, net zoals Paulus zegt, 2 Korinthe, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ja, dat is wat God zegt. Zo mooi. Zo dapper, zo moeilijk om niet alleen zwak te zijn in momenten, maar ook onze zwakte voor onszelf te erkennen. Zodat we op de genade van God kunnen rusten. Ja, dus als we kijken naar Jozefat en we kijken naar zijn gebed en op zijn reactie op die crisis, ja, waar hij hier te midden van zit, en het navigeren door die onzekerheid, zeg maar, dan zien we dat hij de Heer aan het zoeken is. Dan zien we dat hij de soevereiniteit van God aan het verkondigen is in zijn gebed. Dat hij
de trouw onthoudt van de Heer. Dat hij zijn focus houdt op de Heer. Dat hij erkent dat de strijd van de Heer is en niet van hem is. Ja, en dat hij God vertrouwt met de oplossing. Terwijl hij zelf voldoende middelen had om iets te doen. En ik denk dat het allemaal principes zijn die ons kunnen helpen in ons gebed en in onze tijden van onzekerheid in gebed. Die kracht en richting en vertrouwen en hoop en vertroosting mogen geven. Maar ik denk dat het gewoon iets is waar we gewoon in mogen groeien. En dat die actieve houding van Jozefat is ook een actieve houding die wij daarin mogen hebben. En die komt Jozefat niet aanwaaien en die komt ook ons niet aanwaaien, denk ik. Daar moeten we echt iets voor doen. In zijn genade, in zijn kracht. Zullen we bidden? Vader Heer, ik dank u voor het verhaal van Jozefat, Vader. Heer, wat een koning met al zijn zwakte, met al zijn zonden, Heer. Maar hoe mooi om te zien hoe hij zich op u richt, Vader. Heer, help ons, help mij om ons echt daadwerkelijk op u te richten, Heer. Help ons om een houding in ons hart te hebben, een hartsgesteldheid te hebben, Vader, die ernaar verlangt om in uw aanwezigheid te zijn. Die ernaar verlangt om onszelf op u te richten, onze focus op u te hebben, Vader. Ja, de dingen die boven zijn, niet op de dingen die beneden zijn, Vader. Heer, dat we een strakke blik houden op u, de voltooier en voleinder van het geloof, Vader. Die voor ons uit is gegaan, Heer, en dat heeft afgerond. Heer, help ons op ons te richten op God. Heer, help ons ook om Gods woord tot ons te nemen. Om uw woord tot ons te nemen, Vader. En zodat we kunnen zien hoe mooi uw karakter is. Hoe goed uw daden zijn. Hoe mooi uw beloften zijn, Vader. Dat we daarop mogen bouwen, dat we erop mogen vertrouwen, Vader. Heer, dat het ons moed en kracht mag geven. Dat het ons vertroosting mag geven, Heer, in onze tijden van nood, Heer. Heer, help ons om het karakter van Jehoshaphat hierin te hebben, Heer. Om te midden van de strijd als eerste u te zoeken. Heer, en niet zelf aan de slag te gaan en denken dat we wel oplossingen hebben, Vader. Maar dat we als ten eerste gewoon uw aangezicht zoeken. De vraag bij u neerleggen, Heer. En dan u vertrouwen met het antwoord. Heer, en zoals u dan zegt in uw woord dat de strijd voor u is en niet aan ons. Heer, dat we daar ook op mogen vertrouwen en in mogen rusten, Heer. Heer, bewerk in ons een hart, Heer, dat op die manier naar u mag kijken, op die manier met u om mag gaan, Vader. Help ons ook om uw woord echt in ons hart te krijgen. Niet alleen in ons hoofd, en dat we het snappen wat er staat, Heer, en dat we het kunnen begrijpen en kunnen beredeneren en prachtige discussies over mogen hebben, Heer. Maar dat het woord ook die 30 centimeter naar beneden zakt, naar ons hart, Vader. Dat we ook niet alleen mogen weten dat u onze vader bent, Heer, maar dat we echt mogen ervaren dat u onze vader bent. Dat u onze God bent. Dat u voor ons strijdt. Dat uw karakter, zoals u dat beschrijft in uw woord, ook daadwerkelijk uw karakter is op het moment dat wij ons er zelf toe beroepen, Vader. Heer, ik bid echt voor ons, Heer, dat u met ons aan het werk gaat. En Heer, ik bid ook voor de tijd die we zo meteen met elkaar mogen hebben in de groepen, Vader. Help ons hart gewoon te openen naar elkaar toe. Ja, het is zo nodig dat we dat durven, dat we dat doen voor fellowship, voor het opbouwen van elkaar, Heer. En het opbouwen van elkaars geloof. Heer, help ons daarin, Heer. Spreek tot ons hart in die momenten. Geef ons het vertrouwen, geef ons de kracht om onszelf te openen, Heer. En met alle liefde naar elkaar te luisteren, Vader. Niet te luisteren om antwoord te geven, maar te luisteren voor het luisteren naar elkaar. Dat we echt betrokken mogen zijn in elkaars leven in die momenten, Vader. Heer, maar niet alleen zometeen in de breakouts, Vader, maar gewoon in ons leven, Vader. Help ons om onszelf meer en meer te openen naar elkaar toe. Ons meer en meer anderen te betrekken in onze gebeden, in onze situaties waar we in zitten, Vader. Misschien samen te vasten met elkaar, als dat nodig is. Heer, om samen u te zoeken. Samen ons op u te richten.
Heer, u wilt dat in ons bewerken. Heer, zodat we gewoon echt op u mogen vertrouwen. Heer, maar u vraagt ook van ons dat we dat als een hartsgesteldheid hebben, elke dag opnieuw. Heer, dat we daarin mogen groeien. Dat we dat vertrouwen en op die manier met u omgaan, dat we daarop mogen bouwen, Heer. Dat het groter en groter mag worden, zodat inderdaad als die momenten komen, dat we ons direct op u beroepen. En niet op onszelf of op anderen, Vader. Heer, ik dank u voor Jozefat. Ik dank u voor hoe u met hem aan het werk bent gegaan, Heer, te midden van ook zijn tekortkomingen. Heer, maar dat u zo mooi laat zien wat zijn hartsgesteldheid was, hoe zijn wandel was met u, Vader. Heer, mag dat voor ons echt een voorbeeld zijn. In Jezus' naam. Amen.